uitzonderlijke prestatie. Revolution dus geselecteerd via Duitsland. Onder het zadel bij de Deense Andreas Helgstrand. Op 2, nu dus diezelfde Andreas Helgstrand, maar dan met een Deens paard. Zeppelin Langholt. Op 3, Emily Scholten's Indian Rock. Op 4, Bart Vezen, Imagine. 5, Atterupgaard DeLorean. Van Bon Bravour onder Selina Solbjerg Wittinghus. 6, Renate van Vliet in Style. 7, Davenport, Rieke Schrieder. Schneider en die scoorde 8,52. Op 8, Robin van Lier op Zoomkluk RS2. De zoon van Zonik, wederom. Op 9, Star de Lucian Guillaume Recoing. 10, Jessica Michel Botton. Dorian Gray de Huus. 11, Simon Piers. Lindballs Just Perfect. En voorlopig 12, Alba Abollo Fonterra met Molinero FS, de PRE. Voorlopig nog een PRE, dus in de top 12, bij de beste 12 paarden. En we gaan nu kijken naar weer een PRE. Geen schimmel deze keer, maar een bruine. Maximo BCN. Een hengst van Utrerano, nou Veterano. Voorgesteld door Annabel Collins. Zij komt uit voor Bermuda. In eigendom dit paard van Augusti Elias en Rosalind Collins. Gefokt door Barcelona Horses. BCN. Dat is ook het achtervoegsel van deze Maximo. En hij lijkt de baan hier een beetje spannend te vinden in Ermelo. Ja, dat valt natuurlijk niet helemaal mee als je met je PRE de baan in moet na die enorm bewegende Revolution. Ik moet zeggen dat deze Maximo een heel mooi gecadenceerde proef loopt. Ook bij het halt houden.
dan zou hier in de uitgestrekte galop natuurlijk nog wel wat meer bodem mogen pakken. Deze PRE, ik zei het al eerder, Spanje wil alleen nog Spaans gefokte paarden, Spaans geregistreerde paarden. Naar het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. En Annabel, zij is getrouwd met Augusti Elias, Spaanse Grand Prix ruiter. Zou hier ook wat meer mogen ontspannen en mogen dalen in dat halstrekken. Wij keken naar Maximo BCN Utrerano. Nou, Veterano, deze PRE, voorgesteld door Annabel Collins, Maximo BCN. En Annabel, zij was de laatste starter weer voor de pauze. En dan gaan wij verder met de laatste combinaties, de laatste groep. En dan gaan wij dus kijken naar de laatste 10 combinaties die zich nog kunnen kwalificeren voor de finale. Dat betekent dat Andreas Helkstrand al met 2 paarden verzekerd is van een plekje in de finale. Met Revolution en met Zeppelin Langholt. Het wordt voor deze Maximo een 7,2 voor de draf. Een 5,5 voor de stap. Galop 7,4. Submission een 7. Perspective een 6,7. Maakt totaal 6,76 en een voorlopige 30ste plaats voor Annabel Collins en deze Maximo.